Hi, en welkom bij mijn vlog. Hoi, ik ben Emma. Doe dit eigenlijk voor jou. Wat gaan wij doen? We gaan alleen maar roze eten. Oh, het is sparkling. Kroephoek. Kroephoek? Is dit kroephoek? Oh my god. Oh, cheers. Oh, oh sorry. Ik zit echt vol. Ik ben er echt een beetje misselijk van. Motherfuckers wanna get famous. Bust guns to get dangerous, dangerous. Got graduated from Cambridge, yeah. Money talks and everything. Oh, wat zien we er goed uit zo. Alsof we een dresscoat hadden. Ja. Dit is gewoon spontaan. Ik had het gewoon vanochtend aangetrokken. Ik ook. Emma, stel jezelf even voor. Hoi, ik ben Emma. Wat was het? Oké, nou, misschien kennen jullie Emma al. Ik heb al een keer eerder een video gemaakt met Emma. Emma is namelijk mijn zielsverwant. Want? We zijn toch gelijkjarig? Yeah! Wij zijn op dezelfde dag geboren. Yeah. Yeah. Jij kwam alleen een jaar later. Ik was later. Ja. Emma heeft het land alvast voorbereid op mijn komst. Precies. Wat we vandaag gaan doen, heeft alles te maken met Emma de lievelings. Kleur. Blauw. Het is misschien al opgevallen, maar Emma heeft een kleine voorliefde voor de kleur roze. Wil je even laten zien wat je allemaal hier roze hebt? Wat heb ik allemaal roze? Ik heb dit roze. Ik heb een roze bed. Roze bed. Wie is dit? Fijne Frederik? Ja, alleen hij is onthoofd. Deze, Em. Ja. Deze zijn mijn beauty producten. Oh ja, dat snap ik. Ja, ook roze. My Little Pony verzameling. Trolletje. Hier. Roze. Ik ben nu model. Oh, zou ik er zo uitzien als ik op de cover zit? Ik denk het wel. Leuk toch? Ja. Maar wat is dan hetgene wat we vandaag gaan doen? Kijk, ik hou van roze, maar ik heb net iets minder met roze dan jij. Dus ik doe dit eigenlijk voor jou. Maar jouw lang gekoesterde wens komt vandaag uit. Want wat gaan wij doen? We gaan alleen maar roze eten. Drie gangen. Ik weet nou niet of ik dit heel smerig moet vinden of dat ik het heel vet vind. Ik vind het heel vet. Maar ik denk, weet je, roze eten bestaat op zich wel. Maar dat is vaak zoet. Ja, de uitdaging is dus dat we gewoon echt drie gangen gaan doen. Drie gangen diner in roze. Ja. Met hartig. I think it's a challenge. Dit ziet er goed chemisch uit. Wat is het? David. Siroop. Oh, het is siroop. Ik vind het er heel smerig uitzien, maar ja. Dit vind ik er wel weer heel lekker uitzien. Oh my god. Oh, super, super. Oh, het is sparkling. Fucking lekker. Dit gaan we kopen. Dat gaan we sowieso kopen. Dit wil ik. Wist je dat Dali heeft dit ontworpen? Is dit art? Dit is art. Oh, dit ziet er ook heel lekker uit. Guave. Ja, dat is fucking lekker. Is dat lekker? Ja. Oké. Ja, check. Ja, check. Dit is roze. Oh, wauw. Wat is dit? Dit is bean? Cake. Green bean cake. Oké, cool. Vind je het er lekker uitzien? Nou, ik vind het het enige uitzien waarop het lekker is. Wel meer hartige roze dingen. Maar kijk, alles wat roze is, is lekker zoet. Zoals dit. Ja, heel smerig, denk ik. Oh, wat is dat? Krapstick. Oh ja, wat is dit? Is dat hartig of is het? Ik weet nooit wat het is. Oké, ja, dit gaan we doen. Ja? Gaat dit door voor roze? Nee, ik vind het heel paars. Paars, als je mijn mooie nagellak erbij houdt. Dit is meer roze, maar die zijn niet roze. Zou je noedels roze kunnen maken? Challenge accepted. Ja? Ja. Wat is dit? Visjes. Garnaal. Kroephoek. Kroephoek? Is dit kroephoek? Dat gaan wij maken. Is dat kroephoek? Dit is kroephoek. Is het ook kroephoek? Ja. Is dat kroephoek? Dit is kroephoek. Wat is het? Oh my god, die win ik! Die win ik! Heel lief! Ik kijk nu heel blij. Ja, ik zie het. Ja. We zijn terug van de toko en we hebben spectaculaire dingen gekocht. Tada! Tada! Gaan we een unboxing doen? Ja, laten we een unboxing doen. Oké. Okay. Ja, dit, hier ben ik heel benieuwd naar. Dit ziet er zo cute uit. Dat is fucking schattig. Ik ben heel benieuwd of dit lekker is. Oh, hier heb ik heel veel zin in. Zullen we dat even proeven? Ja, lekker. We hebben een guavesapje. Wat is een guave? Lijkt op een peer. Peer die eruit ziet als een watermeloen van de binnenkant. Cheers! Oh, dit is heel lekker. Love de guave. Wat is het? Is het een snack? Wat is het? Ik krijg het niet goed. Dit ziet me er smerig uit. En het is niet roze. Oh, het stinkt ook heel erg. Oh, nou, ik vind het wel lekker. Het is heel lekker. Oh. Ja. Maar je moet er dus niet te veel van eten, proef ik al. Ik denk dat ik nu ook al. Ik denk dat ik al klaar ben. Ja. Dit is ook iets wat ik heel smerig vind. Maar het is roze. Ik vind het ook niet lekker. Ik hou er ook niet van. Wat dan? Ja, lekker. Vind je het vies? Ik hou niet van etende mensen. Even een ASMR momentje. Daar kan mijn volgers weer heel blij mee zijn. Moet je fluisteren. Ik vind die ribbenbakken ook zo lekker. Dat is lekker. Ik wil dit zelf niet eens terugluisteren. Ik ook niet. Ik denk dat we gaan beginnen met het voorafje. Dit lijkt me heel gaaf. Dit is dus kroephoek. Kroephoek. Kroephoek? Is dit kroephoek? Maar hoe werkt dit dan? Flikkeren gewoon olie in de pan en kroephoeken maar? Volgens mij is dat het concept. Is dus, dat het concept van kroephoek? Let's go. Doe even de tutorial. Ja, oké. Okay, nou ik ga ervoor. Ik ook niet. Oh my god. Oh my god. Kijk nou. Echt heel mooi.
Denk je dat het klaar is? Ja. Zo net zoals bij Life in Cooking gewoon. Kijk, roze servetten. Ik wil meer. Yo, 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 yo. Wauw. Is dat die gaar, jongen? Nou, ik denk dat ik dus kroepoek... Au! Oh, sorry. Je wou net zeggen dat je kroepoek expert was. Cheers. Oké. Okay. Oh, heel lekker. Heel lekker. Heel lekker. Het eerste hartige roze wat we gegeten hebben. En ik vind het echt lekker. Ik vind het ook echt heel lekker. Ja. Tell me, wat gaan we doen? Nou, kijk, we hebben net het water gekookt ter voorbereiding van wat we gaan doen. Ja. Oké, okay, dus we gaan als volgt dit doen. Dan hebben we dit. Biet. Biet. Biet, jongen. Bieten. Bieten. Dikke bak met bieten. Oh, joh. Kijk dan hoe goed dit gaat. Ja, dit is top. Ik vind dit nu al een hoogtepunt. Roze achterkant. De roze dumpling. Ja. Ik vind het echt spannend. Ik vind het ook spannend. Ik ben benieuwd of het werkt. Ik ook. En dan doen we dat erin. Oh ja, ja, oh ja. Vet. Dit moet 8 minuten. Ja, ik zou zeggen dekseltje erop en gaan. Voor het hoofdgerecht hadden we in onze gedachten een noedelsoepje. En we hebben daar heel slim over nagedacht, want we dachten een bietennoedelsoepje. Wat hebben we daarvoor gekocht? Gember, roze gember. Ja. En dan hebben we natuurlijk de noedels. Die moeten nog roze worden. Ja. En we dachten, we gaan een eitje kokrellen en dan ook met bietsap. We hadden niet groente, nee. Dit was ja, biet! Ik weet niet of dit heel lekker wordt. Ik denk wel dat het heel roze wordt. Dit is helemaal op Life in Cooking hoogte. Ja, dit moet je hebben. Ik snij nu de biet, zeer professioneel, in kleine stukjes. Gaan we marmer ei maken? Nee, niet. Doe even een DIY marmer ei. Oh, sorry, ik maak het ei stuk. Oké. Okay. Stuk, 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 stuk. Oh ja, dus je hebt er van die barstjes in. Ja. Ja. En dan, gooi je hem in het bietenwater. En dan is het idee dat het ei de bietensap opslurpt. Ja, precies. En dan wordt dat dus, als het goed is, roze. Maar dan marmerroze. We hebben ook nog borstimplantaten op het menu staan. Dus het is een spinazietaartje, denk ik. Cheers! Cheers! Nou. Oh, dat is echt. Oh, hele vieze smaakcombinatie. Ik denk dat als je de dumplings gewoon gestoomd had en dan niet de bieten, zoete bietendrap, ja, dan was het denk ik heel lekker geweest. Maar nu is het echt... Hoe zou het met de eieren zijn? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja? Ja. Ja? Ik denk het wel. Ja! Oh, wauw! Wauw! Wel heel cool. Is een soort dino-ei, toch? Ja. Dit ja. Is wel oh, wow. Heel cool, toch? Oh, ik ben hier zo tevreden over. Are you ready for the taste? Het ziet er wel echt heel mooi uit. Oké, okay, komt-ie. Ik vind qua smaak gewoon heel saai. Ja, ik ook. Maar het is niet vies. Het is niet vies. Oké, okay, ik ga even een hapje nemen van het ei. En? Nou, smaakt naar ei. Gaaf. Ja, nu is het tijd voor dessert. Toetje, toetje, toetje. Ja, we gaan deze konijntjes stomen. Oh, kijk nou. Cookie. Cute. Oh, dit ruikt naar rozen. Precies het zeepje van het toilet. Weet je zeker dat je dit kan eten? Ja, dit kan je eten. En nu zien we er eindelijk echt fabulous, fantastisch uit. We hebben allebei nog even een prinsessenjurk aangedaan voor het Moment Supreme. Want we gaan aan het dessert beginnen. Even... Oh, wat een glam. Wat een glam. We hebben echt ons best gedaan. Ja, dit wordt echt smullen. We hebben natuurlijk gewoon nog een soort champagne on the side. Deze overheerlijke Chuba Chup strawberry cream flavor. Sparkling. Oh, alsof er een champagnebus open popt. Nou, schat, schenk me bij. Ik ben heel benieuwd wat voor kleur. Oeh! Cheers! Cheers! Ik weet het niet. Het zit een beetje op het randje van echt heel goor en... Oh, oké. Okay. Ja, het is... Ik, Rose cake. Cheers. Cheers. Oh nee, ik vind het niet zo lekker. Ik vind die roze smaak echt heel vies. Nee, vind ik ook echt niet lekker. Oké, en nu de bunny. Het is eigenlijk allemaal goor. Het is niet echt een toetje, denk ik. Ik heb wel echt gedineerd. Ik heb ook echt gegeten. Ik hoef echt niet nog wat. Nee, ik ook niet. Ik had niet verwacht dat het echt een diner zou zijn. Nee, want het is wel gelukt. Is je droom uitgekomen? Ja. Ik heb wel echt een paar hoogtepuntjes gehad hoor vandaag. Wat was jouw hoogtepuntje? Nou, ik vond sowieso de kroepoek heel leuk. Ja, kroepoek was echt vet. Heel lekker. Heel lekker. Heel lekker. Ik vond dat super culinaire ei. Heel oh, vet. Oh ja! Wow. Heel cool, toch? Mijn hoogtepunt was ook wel jouw cooking skills. Oh. Oh, sorry. Oh, lief. Ja, ik heb erg genoten. We hopen dat jullie dit een superleuke video vinden. Als dat nou zo is, liken, subscriben. Ja, en volgende week ben ik gewoon weer. Ik zit echt vol. Ik ben er echt een beetje misselijk van.